De dag van de montage. Voordat de monteurs starten, geven ze eerst toelichting over de werkzaamheden. De monteur dekt met beschermingsmiddelen de vloer van de werkplek af en de route richting het kozijn. De montage vindt per ruimte plaats, waarbij de monteur de volgorde bepaalt. En alles wat er uit de ruimte komt, gaat er ook dezelfde dag weer in. Nadat het oude kozijn eruit is, komt er eerst een hardhouten stelkozijn in, om tocht en vocht te voorkomen. In het stelkozijn komt vervolgens het nieuwe kozijn. Nadat het nieuwe kozijn geplaatst is, wordt alles weer netjes opgeruimd en schoongemaakt. Vervolgens krijg je instructies over het gebruik van het kozijn, de ventilatiemogelijkheden en het onderhoud. En als laatste onderteken je digitaal voor de oplevering. Voor andere vragen of advies zijn wij uiteraard bereikbaar.